Dit is Trudo FM. Trudo FM. Zie je samen met Sean Paul en Sheep Trills. Wel, Joris, ze zien er in ieder geval niet sheep uit, die meiden die je bij hebt vandaag. Ja, Tim, we verwelkomen vandaag enkele finalisten van de Miss Walsberger verkiezing. Welkom bij Trudo FM en goedenavond, dames. Stel jezelf eens even kort voor. Ik ga beginnen met jou. Ik ben Fedra Boele. Ik woon in Diepenbeek en ik ben 18 jaar. En jij? Hallo, ik ben Jolien. Ik ben 24 jaar oud en ik woon in Linter. Ja, en ik ken jullie al een beetje, want jullie hebben nog deelgenomen aan andere verkiezingen. Ja, dat klopt. En welke verkiezing heb jij deelgenomen? Ik heb Miss Limburg gedaan. En jij? Miss Fruit Belgium. Miss Fruit Belgium. En waarom hebben jullie zich nu precies ingeschreven voor deze Miss Walsberger verkiezing? Het is toch een verkiezing van een beetje een ander kaliber? Ik heb dat vooral gedaan om een bier te leren kennen en weer eens een andere ervaring op te doen. En jij, Jolien? De verkiezing is kort bij mij thuis, dus ik ben ook een levensgenieter. Dus waarom niet, hè? Bierdrinker ook? Ja, enorm. We gaan het er zo dadelijk zeker en vast even verder over hebben. Jullie gaan jullie troeven moeten uitspelen op het podium. Dat is het nu eenmaal bij een verkiezing. Welke persoonlijke troeven ga jij extra aan de verf zetten, Fedra? Ik ga vooral mezelf blijven. Dat is al heel mooi. En jij, Jolien? Troeven. Ik ben vrij origineel, dus ik ga jullie allemaal verrassen. En origineel op welke gebieden? Alle gebieden. Alle gebieden. En gaan jullie iets speciaals doen, een speciale act doen in verband met jullie hobby's? Welke zijn jullie hobby's trouwens? Ik doe figuraties, nog steeds carnaval en zingen. Hè. En figuraties, daar wil ik meer over weten. Voor wat figureer je dan? Familie, films, verschillende series. En nu op Trudo FM? Dan ben je pas echt een ster. Ja. En jij, Jolien, wat zijn jouw hobby's? Vooral fotografie. Ik heb verschillende hobby's, maar fotografie, dat is echt met het meeste. Ja, en ga je die hobby's uitspelen op het podium? Ik ga een kort film maken. Dus daar komen wel foto's aan bod die ik in de buurt van de verkiezing gaan maken. Ja, en zij figureert? Misschien kan zij... Ja, misschien. En jij, Fedra? Ik ga zingen, dus ik heb mijn zangtalent bovenhalen. En kan je al iets meer vertellen over wat je gaat zingen? Nee, dat weet ik zelf nog niet. Engelstalig, Nederlandstalig? Zelfs dat weet ik nog niet. En welk genre ga je zingen? Popmuziek. Popmuziek. Ja. We kijken daarnaar uit. Alla, wie? Dat weet ik nog niet. En wie is je grote voorbeeld? Ik ben nogal een fan van Celine Dion, dus wie weet. Wel, ik kan ze ook smaken. Ik heb haar 2 keer live gezien in het Sportpaleis. Ik moet zeggen, heb jij ze al live gezien? Nee. Het is een dame die je kippenvel bezorgt. Ik kan helemaal in jou vinden. Hoe reageren je vrienden en je familieleden op je deelname? Hadden ze het verwacht, Fedra? Mijn vrienden wel, mijn familie waarschijnlijk ook. En ja, ze zijn blij dat ik terug op het podium kom. Hè. En ja... Wat wensen ze jou toe? Veel geluk, natuurlijk. En jou, Jolien? Want bij jou is het, als ik me niet vergis, toch een tijdje geleden dat je aan Miss Fruit Belgium hebt deelgenomen. Ja, klopt. Maar het is geen verrassing. Had je er zin in? Ja, natuurlijk. 24, een beetje ouder geworden, een beetje wijzer geworden? Mentaal voel ik me nog altijd even jong als een paar jaar geleden. Dat is ook mooi, natuurlijk, hè, als je jong blijft. Zijn er ook soms negatieve, jaloerse reacties? We weten, vrouwen kunnen soms een beetje kattig zijn. Hebben jullie daar ook al mee te maken gehad? Ik nog niet. Nee, mijn vrienden die steunen mij enorm. Dus... Nee. Geen jaloerse reacties? Nee. Nee. Well, laat het ons zo houden. Een winnares heeft heel veel opdrachten en die heeft heel weinig tijd voor andere dingen in haar misjaar. Laten we hopen dat jullie in de top 3 terechtkomen, uiteraard. Hoe gaan jullie dat proberen te combineren? Oh, dat weet ik niet, maar ik denk dat het wel gewoon combineerbaar is. Want jullie studeren nog, of werken jullie al? Ik studeer nog. En wat studeer je precies? Ik studeer nog verzorging. En jij, Jolien? Ik ben modeadviseur bij de Promont in Leuven. En ik maak wel tijd. En hebben jullie een relatie? Nee. En jij, Jolie? Ja, ik heb een relatie met de cameraman van Miss Walsberger zelf. Oei, gaat dat wel goed komen? Juist wel, hè. En steunt hij jou in heel het verhaal? Ja, zeker.
En ja, jullie gaan alleszins tijd maken voor vrienden, voor familie, maar ook voor de verkiezing. Ja. Vertel eens, hoe gaan jullie precies die combinatie... stel nu dat je een opdracht hebt en je hebt in dezelfde periode of op hetzelfde moment een feestje waar je met vrienden naartoe kan gaan. Welke keuze gaan jullie maken? Oh, ik zou sowieso voor die opdracht gaan. Dat is toch wel belangrijker, denk ik. Een opdracht voor Miss Walsbergen? Ja. En jij, jullie? Gewoon een combinatie. Misschien even voor de opdracht en dan naar de vrienden. Of je neemt je vrienden mee. Oh, voilà, dat is origineel natuurlijk. Hoe is de sfeer op dit moment in de groep? Want jullie zijn al gestart met een aantal dingen. Jullie kennen elkaar al. Vertel eens. Het zijn hele lieve meisjes. Ik denk dat iedereen wel klikt. Ja, we voelen ons goed. Het is een zotte bende. Ja, ik vind dat de sfeer wel heel goed zit. Ook op de dansles en zo. Dus wel echt een echte vriendengroep. Ja, gaan jullie er vriendinnen aan overhouden na de verkiezing? Ja, dat denk ik wel. Sowieso. Sowieso, ja. Het is geen cliché. Ja, zeker van. Het is geen cliché dat er aan de haren wordt getrokken. Nee. Kleding kapot gescheurd. Nee, helemaal niet. Niet bij Miss Walsbergen. Nee. Wel, ik hoop dat het zo gaat blijven. Mocht er nu toch geroddeld worden in de groep, wel iets wat kan gebeuren. Hoe zouden jullie dan reageren als je merkt dat er over Jolien geroddeld wordt? Oh, ja, als ik merk dat er geroddeld wordt, dan doe ik eigenlijk... Ik moet me er dan niet bij. Maar ik zou toch wel zeggen dat ze moeten stoppen in ieder geval. Of het tegen haar moeten zeggen. En jij, Jolien? Ik zou vooral luisteren en proberen dat probleem te verhelpen. En ja, en toch zien voor daar een oplossing voor te vinden. Toch alle twee proberen een oplossing te zoeken. Ja. We gaan het eens even hebben over de activiteiten. Wat hebben jullie al gedaan? Ik heb net even aangehaald danslessen, maar er is nog meer geweest. Wat hebben jullie al gedaan in de aanloop van de verkiezing? De preselectie, als allereerst al. En ja, tot nu toe danslessen. En foto's? Zijn er al foto's gemaakt? Op de danslessen zo wel. Er is ook gefilmd. En morgen hebben we ook een fotoshoot. Morgen een fotoshoot. Ja. Waar gaat die fotoshoot doorgaan? Kunnen we komen kijken? Ergens in Zuid-Leeuw. En kijken, ja, dat weet ik niet. En die danslessen, vertel eens. Hoe is dat verlopen? Hebben jullie ervaring met dansen, trouwens? Nee, dansen is een ramp. Dansen toch is een mij. Ramp voor jullie. Ja, het kan altijd grappig worden. Daar moet nog aan gewerkt worden. En jij, Fedra? Jij kan goed zingen. Kan je ook goed dansen? Ja, ik ben wel snel weg met dansjes aanleren, want ik doe country dansen. Dat ben ik nog vergeten te zeggen. En jij, Jolien, dansen is een ramp. Hoe gaan we dat oplossen? Een bekje bier drinken, dan komt hij nog. Een beetje Walsberger en dan komt Jolien los. Wel, ik zie het heel. Ik kijk er enorm naar uit. Wat staat er nog op het programma? Wat gaan jullie nog doen? Morgen hoor ik... Een fotoshoot? Ja, dan gaat er nog een fotoshoot komen. We hebben een juweelworkshop. Dus eigen juwelen ontwerpen. En die gaan wij ook dragen voor de fotoshoot zelf. Leuk. Jolien, jij bent een beetje actief in de mode, hoorde ik net. Kan jij bepaalde tips geven aan de meisjes? Van kijk, daar moet je op letten. Dat zijn dingen die je... Of hou je die dingen eerder voor jezelf? Nee, ik vind gewoon mensen moeten aandoen waar dat ze hunzelf goed in voelen. Dat mag mooi zijn of gewoon in hun eigen stijl. Dat kan altijd tof zijn. Ja, en zijn er bepaalde modetrends die je volgt? Of draag je echt effectief wat je graag draagt? Nee, wat ik graag draag. Dus ik volg niet echt de mode. Ik heb zo mijn eigen stijl. En wat is die? Ja, meisjesachtig vooral. Veel bloemetjes. En jij, Fedra, ben jij iemand die zegt van kijk, ik volg de mode of kies je toch voor hetgeen je zelf graag draagt? Ja, soms kan ik wel eens meegaan met de mode, maar soms heb ik ook zoiets van mijn eigen te blijven. Dus. Oké, ik kijk er ontzettend naar uit. We gaan het zo dadelijk even hebben over het bier, maar we gaan nu even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk meer over het bier, de Walsberger en natuurlijk over de show, wat ook heel belangrijk is. Tot zo dadelijk voor wat muziek. Terug naar 1994, Omen. Magic. Enfin, hier op Trudeau FM. Het is ondertussen 8:30 geworden.
En er is een wisseling gebeurd, Joris. Nu zitten in één keer de zwartharige naast de juiste blonde. Maar dat gaan de mensen binnenkort op het filmpje zien. Zo is dat, Tim. En ze hebben er niet voor moeten vechten. Ze wouden alle twee naast mij zitten. Bij ons nog steeds Fedra Boele en Jolien Denis, twee finalisten van de Miss Walsberger verkiezing. Welkom in het tweede gedeelte van dit interview. Vertel eens even het bier. De Miss Walsberger is de verkiezing, maar de Walsberger is het bier. Hebben jullie het al kunnen proeven? Ja, Fedra, jij mag beginnen. Ja, op de preselectie hebben we al kennis mogen maken met het bier. En ik vond het super lekker. En jij, Jolien, heb jij dat al kunnen proeven? Ja, verschillende keren. Ik heb begin van de maand ben ik daar in de brouwerij zelf iets gaan drinken. En heb ik ze ook allemaal gedronken, heb ik zelf gecombineerd. Dus, alle drie achter elkaar? Gemixt. Ja, ik voelde het. Nee, heel lekker. Aangename avond ook, zo. In de zon, goed pintje. En welke draagt jouw voorkeur? Je hebt de blonde, je hebt de triple en je hebt de donkere. Ik ben meer voor de donkere persoonlijk. Het zwaarste bier, ja. Dan van de drie? Ja. Als we het doen, dan doen we het eigenlijk goed. Volle bak. Sowieso. En jij, Fedra? Ik heb alleen nog maar de blonde kunnen proeven. Dus tot nu toe de blonde. De blonde. En vond je hem lekker? Ja. En dames en bier, dat kan absoluut samengaan. Ja. En Jolien, jij gaat nog veel bier drinken, want er komen veel danslessen aan. Dus, dus dat wordt gecombineerd. Als er dansles is, moet er bier zijn voor Jolien. Anders blijft ze op de tegel staan. Hè. Is dat zo? Zeker. Als jullie met vrienden uitgaan, wat jullie wel doen, neem ik aan, wordt er vaak het klassieke bier gedronken. Hoe zouden jullie een vriend, een vriendin overtuigen om toch eens een Walsberger te proberen? Mijn vrienden zijn redelijk open. Zij drinken ook allemaal graag bier, dus dat gaat geen probleem zijn. Walsberger wordt dadelijk goed bevonden. Ja. En jij, Fedra? Ja, mijn vrienden zijn heel gemakkelijk. En natuurlijk, de jongens die zijn al meer voor bier. Dus ik denk dat er geen probleem is voor mij. En die Walsberger, jullie krijgen dat wel gepromoot dan? Ja, sowieso. Hoe zouden jullie het omschrijven, het bier? Eén woord? Oh, ik weet het eigenlijk niet. Dat is wel een moeilijke, hè. In één woord, lekker gewoon. Goeie boel. En jij, Fedra? Ja, ook. Super. Voilà. Mooie en lekker bier met mooie dames. Kan het nog beter. We gaan het even hebben over de show. Want die komt eraan wanneer? In augustus? 19 augustus. 19 augustus. Het lijkt nog ver af, maar het komt wel korter bij. Wat zal er gebeuren tijdens de show? Ligt de avond even toe. Jij mag het doen, Fedra. We beginnen met een openingsact. We gaan die vlees lopen. Natuurlijk komt er ook een vragenronde. Er komt ook een ronde waar je een slogan moet verzinnen. En natuurlijk komt er ook een persoonlijke act. Ja, die slogan. Zijn jullie daar al mee bezig? Nee, nog niet echt. En jij, Jolien? Oh, ik heb juist mijne al bedacht. Geen bier, geen plezier. Nee, zoiets. Geen bier, geen plezier. Ja. En Jolien gaat een beetje bier drinken en dan komt er zeker een vast plezier. Ja. En dan gaat ze ook dansen. Dat weet ondertussen ook al. Welk deel van de show draagt jullie persoonlijke voorkeur? Want het zijn verschillende onderdelen, vragenronde, defilés. Ik neem aan, Jolien, ik ga bij jou beginnen dat het niet dansen zal zijn. Nee, defileren, dat gaat gaan. Dansen, minder. Ik ga wel mijn best doen. En vooral genieten. Ga je er jou in bijscholen en dansen? Want dat kan je uiteraard wel. Jenne, een ander kandidaat dat meedoet, zij danst zelf en zij gaat mij wel helpen erbij. En welk deel draagt jouw voorkeur? De openingsact vooral. Mooie kleren? Ja, ook. En voor welk deel zijn jullie het meest zenuwachtig? Ik heb zelden zenuwen, dus het gaat allemaal goed komen. Ga je heel relaxed op het podium staan? Ja, sowieso. Bij Miss Verraad had ik dat ook. Geen zenuwen. Gewoon amuseren. Is dat jouw uitgangspunt voor je er aan de avond gaat beginnen? Want je hebt het inderdaad al eens meegemaakt. Ja. En jij, Fedra, voor welk deel ben jij het meest zenuwachtig? Voor de persoonlijke act. En waarom? Ja, ik heb altijd zenuwen als ik optreden doe en zo, maar gezonde stress. Is dat zo, gezonde stress?
Ja, bij mij wel. Heb je een bepaalde gewoonte voor je op een podium gaat? Denken dat ik eigenlijk gewoon thuis aan het oefenen ben en eens goed in aan het ademen. Voilà. En jouw persoonlijke act, je mag nog even zeggen, jij gaat zingen. Ja. En jij, Jolien, jouw persoonlijke act? Een kort film ga ik maken. Een kort film. En ben je daar al mee bezig op dit moment? Kan je daar al iets meer over vertellen? Ik heb al een paar fragmenten eruit, maar ik ga er nog niet veel over zeggen. Dat wordt een verrassing. En over wat gaat de film gaan? Je gaat er uiteraard zelf in meedoen? Ja, er komen stukken in waar ik zelf aan meedoe. En het gaat over het leven gaan. Het leven? Ja. Wel, je maakt mij alleszins heel nieuwsgierig. Het leven van Jolien. Van iedereen. Het leven van iedereen. Voilà. We krijgen verdorie niks losgepeuterd. waar en wanneer is de verkiezing? 19 augustus, waar gaat het door? In Linter-Oorsmaal, waar de preselectie plaatsvond. Leuke zaal? Ja, ik vind dat wel een gezellige zaal, ja. En je gaat wat volk moeten meebrengen, wat supporters moeten overtuigen. Hoe ga je dat doen? Welke reden geef je om een kaart te kopen, om naar jou te komen kijken, Fedra? Ik moet niet echt een reden geven. Ik krijg sowieso mijn vrienden en familie wel heel snel mee. Ja, en gaan die er dan staan met een grote spandoek of blijft het allemaal een beetje rustig? Ik denk dat het toch eerder rustig gaat zijn. En welke reden geef jij, Jolien, om jouw vrienden en familie te overtuigen? Jouw vriend die zal er sowieso zijn, maar er zal nog wel andere volk komen. Ik sta in de verkoop, dus ik ga gewoon aan iedereen dat ik tegenkom een kaart verkopen. Ik ben ook van Linter zelf. Ik denk dat ik gewoon eens rond het dorp ga als een steunkaart dan verkopen. Het zal volk genoeg komen. Voilà. En kijk je er zelf naar uit? Natuurlijk. Ja. En hoe kunnen we jou steunen? Hoe kunnen we jou volgen? Hebben jullie een Facebook-account waar we terecht kunnen voor meer informatie, voor mooie foto's? Op Facebook zelf en op de Miss Walsberger pagina op Facebook staat alles ook klaar. Activiteiten, foto's, alles komt daarop. En jouw persoonlijke Facebook? Ik zie ze bedenkelijk kijken. Aanvaard je iedereen of maak je toch een selectie? Enkel mijn echte vrienden. En ik dan? En jij? Uiteraard. Natuurlijk jij ook. Hè? Ja, voilà. En jij, Fedra? Ja, ik kan toch wel eens soms zeggen van, ah ja, die voeg ik wel toe. Maar als het te veel wordt, dan heb ik ook zoiets van, hier stopt het. Wel, ik hoop altijd, ja, ik ben ook bij jou toegevoegd, dus het is allemaal in orde. Ik wil juist vragen, Joris, of je al toegevoegd was, ja. Ja, ik denk het wel, maar dat heeft ook iets met de radio en dit interview te maken. Ik dank jullie ontzettend voor de komst naar de studio voor het interview rond Miss Walsberger. En ik wens jullie heel veel succes op 19 augustus. En natuurlijk hoop ik jullie terug te zien in de top 3. Dankjewel voor dit interview, Fedra Boele en Jolien. Dankjewel. Dank u. Dit is Trudo FM. Trudo FM.